Haaien zijn gevreesde dieren die ons blijven verbazen. We starten met een haai die prooien at die groter waren dan zichzelf en 9 andere grote haaien ooit. Bekijk deze video van begin tot eind en maak kennis met een kolossale haai op nummer 1. Voordat je dat doet, klik op like, abonneer je en zet de notificatiebel aan om altijd te kunnen kijken naar onze nieuwste video's. Cretoxyrhina. De Cretoxyrhina, ook wel de Ginzu-haai genoemd, is een haai die 107 tot 73 miljoen jaar geleden heeft geleefd. De haai wordt de Ginzu-haai genoemd vanwege de overeenkomstigheid van zijn tanden met een Ginzu-mes. Net als het populaire mes waren de tanden van deze angstaanjagende haai vlijmscherp en konden ze elke prooi met gemak aan stukken scheuren. Met een lengte van ongeveer 6 meter had de Ginzu-haai een vergelijkbaar uiterlijk als dat van de moderne grote witte haai. Hij kon heel goed zwemmen en prooien zoals de grote mosasauriërs, plesiosauriërs, zeeschildpadden en grote vissen hadden geen schijn van kans om geen maaltijd te worden. De Ginzu-haai was een top roofdier en viel dieren aan die veel groter waren dan zichzelf. Er zijn voornamelijk tandfossielen van de Ginzu gevonden van ongeveer 7 centimeter van 100 tot 82 miljoen jaar geleden in Amerika, Canada, Rusland en Jordanië. Otodus. De Otodus leefde 60 tot 45 miljoen jaar geleden en was ongeveer 9 meter. Hij was in feite 5 keer groter dan een persoon van 1,8 meter. Ondanks zijn robuuste postuur was het geen toproofdier in zijn tijd, want hij moest uitkijken voor andere roofdieren in de zee, zoals de Basilosaurus, die bijna 2 keer zo groot was. Toch was de Otodus opgewassen tegen de andere grote roofdieren die van hem zijn maaltijd wilden maken. Veel wetenschappers geloven dat megahaaien met enorme tanden zijn geëvolueerd vanuit deze haai. Alleen aan de hand van zijn tanden kan hij goed omschreven worden, want zijn skelet bestond uit kraakbeen en geen botten. Aangezien kraakbeen niet fossileert, zijn de indrukwekkende tanden het enige dat we nog over hebben van de Otodus. Het grootste specimen van tandfossielen werd gemeten met een lengte van 104 mm. Deze zijn overal in de wereld gevonden, waaronder Azië, Afrika, Europa en Noord-Amerika. Ptychodus. Een haai zoals de Ptychodus, of ook wel de Crusher Shark genoemd, is een hele unieke haai die 100 tot 85 miljoen jaar geleden heeft geleefd. Het opvallende aan deze haai waren zijn gespecialiseerde tanden, die waren ontwikkeld om schaaldieren te breken in plaats van in een prooi te bijten en die aan stukken te verscheuren. De tanden waren afgerond, dus niet puntig en driehoekig, zoals we dat gebruikelijk kennen bij de meeste haaien. Doordat de tanden een serie van riggels hadden die liepen over de hele kaak, werd de intensiteit van de beet verhoogd. Deze unieke tanden kwamen zeker handig uit wanneer het dier glibberige schaaldieren moest breken. Hij groeide tot 11 meter en had maar liefst 55 van deze specialistische tanden. Het lijkt moeilijk om te geloven dat Ptychodus zo groot kon worden terwijl hij alleen schaaldieren had. Echter waren er in die tijd ook grote schaaldieren, zoals de 2 meter brede Inoceramus, waarvan hij lekker kon smullen. Voornamelijk levende op de zeebodem werd de Ptychodus hierdoor gerekend tot het grootste dier dat van schaaldieren leefde. 7. Edestus. Nu je hebt gezien dat een haai niet alleen puntige driehoekige tanden kan hebben, dan zal deze haai je nog meer doen verbazen. De Edestus was een haai met unieke tanden die leken op een gekartelde schaar. De naam is Grieks en afgeleid van het woord edeste, wat letterlijk betekent verslinden, wat meteen verwijst naar de bijzondere vorm van het gebit. Vanwege zijn buitengewone gebitten hebben wetenschappers zich jarenlang afgevraagd hoe deze haai precies heeft gejaagd op zijn prooien. Er zijn nog veel speculaties hierover. Hoe denk jij dat de Edestus zijn prooi aanviel? Laat het ons weten in de comments. Aan zowel de onderkaak en de bovenkaak had de Edestus een rij naar buiten gebogen tanden die waarschijnlijk op en neer bewogen als een knippende schaar. Wat we wel weten aan de hand van deze tanden is dat deze haai een carnivoor was en heeft geleefd in het carboontijdperk zo'n 300 miljoen jaar geleden. Hij was even groot als de moderne grote witte haai en kon een lengte bereiken van 6 meter. Zes, Cosmopolitodus. Deze familie van haaien bestond in het Miocene-tijdperk tot het Plioceen-tijdperk. Er wordt gezegd dat deze haaien de voorouders waren van de grote witte haai. Op basis van de megatanden van deze haai, die wel 7,5 centimeter lang konden worden, en de grote verspreiding over de hele wereld, wordt gesteld dat de Cosmopolitodus een toproofdier was in vele wateren. Kleine walvissen en andere zoogdieren waren zijn prooi. Er zijn botten van een Plioceen-dolfijn gevonden met bijtafdrukken van de Cosmopolitodus. Dit geeft aan dat deze haai aanviel van onderuit en van achteren. Bijna een soortgelijke methode als dat van een grote witte haai.
De bijtafdrukken op de ribben van de dolfijn geven aan dat de Cosmopolitodus zich richtte op het fataal bijten van de buik. Hierdoor werd de prooi meteen gewond, waardoor de 4 meter lange Cosmopolitodus zijn aanval voortzette met een tweede beet aan de rugvin voordat hij het dier aan flarden verscheurde. Hemipristis serra. Hemi is Grieks voor half en pristis is Grieks voor zaag. Vrij vertaald kunnen we de Hemipristis serra dus de halfzaag noemen. De naam verwijst naar de vreemde en gekartelde tanden van deze haai. De ongebruikelijke grote gekartelde tanden van Hemipristis serra worden zeer gewaardeerd en zijn een gewild fossiel voor verzamelaars. De unieke tandfossielen worden namelijk gevonden in sedimenten in Zuid-Florida die extreem kleurrijke fossiele haaientanden opleveren. Deze haai werd 2,4 meter in lengte en leefde in het Miocene-tijdperk. Ze leefden voornamelijk in warme kustwateren in het westen van de Grote Oceaan en Indische Oceaan, inclusief de Rode Zee. Zijn lichaam was slank en had een lange snuit. Aan de hand van gevonden bijtafdrukken op de skeletten van zeekoeien is af te leiden dat deze een geliefde prooi waren van de Hemipristis. Andere dieren, zoals beenvissen, andere haaien en schaaldieren stonden ook op het menu van deze haai. Isurus planus. Deze haai had soortgelijke tanden als de eerdere Cosmopolitodus. Weet je nog hoe die tanden eruit zagen? Een volwassen Isurus planus had tanden van 2 tot 4 centimeter lang met een niet gekartelde rand. Elke tand was iets wat gebogen en had de vorm van een haak. De tanden van Isurus planus worden gevonden in marine fossiele afzettingen rond de Grote Oceaan, vooral aan de westkust van de Verenigde Staten van Amerika. Deze haai was best een kanjer en werd ongeveer 6 meter lang. Het heeft in hetzelfde tijdperk geleefd als de megahaai die je zal tegenkomen aan het eind van deze video. Het is nog niet bekend waarom de Isurus planus is uitgestorven. Zou onze nummer 1 er iets mee te maken hebben gehad? Laat het ons weten als je het antwoord weet. In tegenstelling tot deze uitgestorven haaien willen wij nog heel lang blijven doorgaan met video's maken. Druk daarom op het duimpje, de bel aan en abonneer je meteen om ons te helpen met de groei van ons kanaal. Cargarocles angustidens. Zoals de meeste haaien geïdentificeerd en geclassificeerd kunnen worden, kunnen we aan de hand van de tanden van deze megahaai te weten komen hoe groot het werd en waarmee het zich had gevoed. Deze haai leefde 22 tot 33 miljoen jaar geleden en was aanzienlijk groter dan de moderne grote witte haai. Er werden fossielen gevonden van een haai die waarschijnlijk een lengte had van 9,3 meter en tanden van bijna 10 centimeter lang. Deze staat in Nieuw-Zeeland opgeborgen. Wat je ook moet weten is dat er grotere exemplaren van tanden zijn gevonden. Het buitengewone formaat van dit roofdier geeft ook aan dat het een toproofdier was die op grotere prooien heeft gejaagd. Dieren zoals pinguïns, vissen en dolfijnen en baleinwalvissen maakten deel uit van zijn dieet. Wat wijdverspreid is gevonden over alle continenten op aarde zijn de goed gepreserveerde megatanden. Dit geeft aan dat de Cargarocles angustidens zich thuis voelde in alle oceanen van de wereld. Cargarocles gubutensis. De naam van deze haai is Grieks en betekent glorieuze haai van Chubut. Wat zou zo speciaal aan deze haai kunnen zijn dat het deze geweldige naam kreeg? Om te beginnen heeft deze haai geleefd in het Oligoceen, Miocene en Plioceen tijdperk, ongeveer 28 tot 5 miljoen jaar geleden. Groter dan de angustidens hebben wetenschappers een exemplaar van een puntige en scherpe tandfossiel in handen weten te krijgen van 130 mm lang. Hiermee werd de ware lengte van het dier geschat op 12,2 meter. Dat is bijna 7 keer zo lang als een persoon van 1,8 meter. Met zo'n groot lichaam is het dus niet verwonderlijk dat de glorieuze haai van Chubut ook een grote eetlust had. Kleine walvissen, dolfijnen, zeekoeien en zeeschildpadden waren de dieren waarop hij had gejaagd. Hoeveel zou hij er per dag eten, denk je? Laat je antwoord achter in de comments. En de ereplaats van nummer 1 gaat naar de megalodon. De volledige naam van deze haai is Cargarocles megalodon. Vaak genoeg wordt het ook gewoon de megalodon genoemd. Ondanks dat hij al 20 tot 3 miljoen jaar geleden is uitgestorven, zijn we nu nog steeds enorm gefascineerd door de megalodon. Deze gigantische haai kon een lengte bereiken van 18 meter en woog een verbazingwekkende 30 tot 50 ton. Kun je je een voorstelling maken van hoe het zou zijn om oog in oog te staan met dit kolossale dier? Tijdens onze research kwamen we deze leuke foto tegen en moesten het even met je delen. Nu heb je een idee van hoe het zou zijn om in de bek te kunnen kijken van deze gevreesde haai. Eén ding is zeker, de bek zat vol met vlijmscherpe tanden die 14 tot 15 centimeter lang werden. Zou je net als de duiker op de foto durven om zo dichtbij te komen als het dier nog leefde? Nu weet je beslist meer over de grootste haaien ooit.
Welke vond je het spannendst? Laat je antwoord achter in de comments. Geef ons zeker een dikke duim omhoog als je hebt genoten van de video. Wil je nog meer van dit soort top 10 video's zien? Blijf maar gezellig hier hangen en klik nu op een van de video's die nu in beeld is.